De voorganger van de huidige Sint-Servatiuskerk in Megen werd in 1581 verwoest door gevechtshandelingen in de Tachtigjarige Oorlog. In 1872 wordt de huidige kerk gebouwd en in gebruik genomen. 3 jaar later volgt de inwijding. Architect H.C. Dobbe ontwierp een driebeukige neogotische basiliek. De kerk bevat geen dwarsschip. De spits is een ingesnoerde naaldspits. De lagere zijbeuken van het schip worden ondersteund door steunberen. In de zijgevels zijn spitsboogvensters verwerkt met gebrandschilderd glas. De toren heeft in de voorgevel een roosvenster, een uurwerk van klokkengieterij IJsbouts en wordt geflankeerd door een traptoren. De kerk is in 1976 aangewezen als Rijksmonument.